is. Maar ik zag ook een probleem over webfonts weer de kop opduiken. En dat is echt een probleem aan het worden. Nou ja, weet je, het lijkt een beetje net als vroeger met Flash, weet je wel. Dat ze zeiden van, dat de klant zegt, we willen onze hele site in Flash hebben. En niet realiserende dat het echt een hele berg problemen met je. Kijk, er zijn een aantal issues. En ik denk, het belangrijkste probleem is, denk ik, dat de huisstijlen die er gemaakt worden, dat die niet geschikt zijn voor het web. Dus er worden hele huisstijlen gemaakt, extreme, hele uitgebreide boekwerken, waarin bijvoorbeeld staat hoe een logo op de staart van een vliegtuig moet staan, of hoe een logo in een reclamecampagne op een bus moet staan. Dat soort dingen staan er helemaal beschreven. Ja. Er worden dus meer bladzijden besteed aan hoe iets op een bus eruit moet zien dan hoe iets op het web eruit moet zien. Dus er wordt totaal niet nagedacht over het web. Nee. En dat is gewoon, dat kan niet. Dat is belachelijk. Dat is volledig achterhaald. Het web is veel belangrijker dan het bus. Ik weet waarom het komt trouwens. Nou? Het bus kan je maar één keer bestickeren. En het web kan je altijd veranderen. Mensen hebben constant het idee. Weet je hoe het komt? Het komt doordat de klassieke huisstijlontwerpbureaus, die hebben gewoon totaal geen verstand van het web. Nee, maar er is echt perceptie dat het altijd aangepast kan worden. Dus van, dat doen we later wel. Of dat kunnen we altijd nog wel aanpassen. En dat is met beplakte... Nou, ze snappen het gewoon niet. Dus als je kijkt naar de grote Nederlandse ontwerpbureaus, die hebben allemaal klassieke grafische ontwerpers in dienst. Ja. En misschien 3 matige webmensen. Designertjes. Echt, maar dat kan toch niet? En ongelooflijk dat die mensen nog steeds worden ingehuurd. Ja. Dat is... Nee. Weet je, die leven nog in de jaren 70. Terwijl er een enorme... Zij dragen de schat, hè? Ik bedoel, typografie is... En daar komt het probleem vandaan, hè? Dus dat die mensen, die maken... dat is het begin van het probleem. Ja. Dus wat wij dus hebben, is dat wij krijgen bedrijven... Of wij krijgen opdracht om een website te maken voor een groot bedrijf met een uitgebreide huisstijl. En onze designers zeggen terecht, we willen dit zoveel mogelijk laten lijken op de huisstijl. Precies. We willen voldoen aan de huisstijl. Dezelfde kleur. Kleuren, uiteraard, dat is geen probleem. Maar het probleem zit hem dan in de fonts. En tot voor kort mocht je geen lettertypes gebruiken op het web. Nee. Wel als plaatje, maar niet, je mocht het niet embedden. Je mocht dus geen fontbestanden meesturen. Ja. Nou, tegenwoordig kan dat wel. En er zijn hele goede diensten voor, zoals Typekit en FontDeck. En er zijn er nog wel een paar. Die bieden een dienst aan dat je online kan je dan je font inregelen. En dan, mag je font huren. Ja, en zij serveren dat font vanaf hun servers. En dat is best goedkoop. En er zitten best veel fonts in. En dat werkt best goed. Het probleem daarbij is dat veel van onze klanten, en heel veel grote bedrijven, die willen niet afhankelijk zijn van een derde partij. Dus dat is gewoon, dat kan niet. Je kan niet je letters op een andere server hebben dan op je eigen server. Ja. En je kan zeker niet een script includen om letters te tonen. Want stel dat die uitvalt of iets dergelijks, is dat het risico? Kan uitvallen, maar wat erger is natuurlijk, is de fontpartij zou kunnen beslissen, we gaan nu banners serveren in plaats van letters. Ja, precies. Ja. Dat is ooit gebeurd. Hè? Er was ooit zo'n gratis tellertje, stadcounter of zo in Nederland. Iedereen had het op zijn amateur... Was dat Netstad? Ik weet het niet. Ik weet niet. Iedereen had het op zijn amateurwebsite. Ja, en inderdaad. Die is toen gekocht door een bezoekers. Of andere... Ja. ik heb al 100 bezoekers. Ja. Dus, gekocht door een grote reclameboer. En die besloot van de een op de andere dag, de gratis tellers, die krijgen pop-up banners. Gaaf. Boom, half Nederland, in ieder geval half amateur Nederland had ineens... Dus alle voetbalverenigingen en tennisclubs. Vieze banners, weet je, echt de slechte evil banners van in de jaren... Ja, begin 2000, zoiets was het. Dus dat is gewoon echt een security issue. Ja. Het is ook een privacy issue, want je hebt een script geïncloed. Dat wordt gemeten. Ja. Dus dat kan niet zomaar. Dat kan natuurlijk wel voor wat kleinere sites. Is dat geen enkel probleem. Moet je vooral die services ook gebruiken. Maar voor grotere sites,
is dat gewoon een risico en kan dat niet. Dus dan kom je bij, moet je fonds zelf hosten. Nou, en daar zit een paar problemen. Ten eerste mag je, ten eerste noemen? Ja, ze zijn best groot, geloof ik, toch? Fondsbestanden kunnen, vooral internationale fondsbestanden, kunnen tussen de 150 en 600 kb zijn. Ja. Afhankelijk van de complexiteit van het lettertype en de hoeveelheid letters. Nou ja, 40k of zo? De HTML, als het goed is wel. En websites worden wel steeds groter. Ja. Maar je moet het natuurlijk zo klein mogelijk houden. En dus als je 600 kb voor een fondsbestand hebt, dat is gewoon echt wel een probleem. En dat is echt merkbaar. Je merkt dat het trager wordt. Ja. En hoe fonds renderen, dat is dat op Firefox bijvoorbeeld wordt eerst het fallback-fond getoond. Dus wordt eerst bijvoorbeeld Arial getoond. Mm-hmm. En daarna, zodra het fondsbestand geladen is, wordt het vervangen door wat anders. Dat is heel lelijk. Ja. En bij WebKit-browsers, die doen het, die laten gewoon helemaal niks zien. Geen tekst. Ah. En pas zodra het fond geladen is, laten ze. Maar kan je er niet programmeren of zo? Kan je niet ervoor zorgen dat dat dus op de juiste volgorde gebeurt? Zodat je altijd iets te zien krijgt? Je kan natuurlijk extra scripts gaan toevoegen. Ja. Maar kijk, meestal is dat kort, hè? Met snelle verbinding is dat heel snel. Ja. En je ziet, soms zie je het wel eens, dan zie je wat. Underlines doen het namelijk wel. Dus dat is hilarisch. Dan zie je een tekst en dan zie je wel alle underlines, maar niet de letters. Maar, nou ja, goed. Dat is een heel groot probleem op mobiel. Dus als jij met je mobieltje, met je T-Mobile abonnement in de trein zit, dan is de kans gewoon aanwezig dat het fondsbestand maar niet geladen wordt. En dus netto zie je niks op je iPhone. Precies. En dat is gewoon, dat is echt een probleem. Ja. Zo absurd eigenlijk. Je wil die fondsbestanden wil je zo klein mogelijk maken. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel opties voor. Bijvoorbeeld door alle symbolen die je sowieso niet gebruikt gewoon weg te donderen. Uh-huh. Als je een Engelse site hebt, dan heb je de Nederlandse accenten en de Hongaarse accenten en de Poolse letters. Heb je allemaal niet nodig. Nee. En kun je er allemaal uithalen. En als je bijvoorbeeld kopjes hebt, dan weet je ook dat je bepaalde leestekens, als je font alleen maar voor kopjes gebruikt, weet je dat je bepaalde leestekens helemaal niet nodig hebt. Precies. Allemaal eruit halen. Alleen dat mag niet. Dus je mag niet aan fondsbestanden sleutelen. Oh. Dus toch optimaliseren? Dat is toch niet mag sleutelen? Niet. Dat is het fondsbestand. Je neemt de licentie af op het fondsbestand en dan mag je niet aanzetten. Dat staat in de voorwaarden. Oké. Okay. Maar wat is de achterliggende gedachte dan? Ik bedoel, het klinkt gewoon heel erg logisch. Deze van, nou, dit is prima, dit is het basispakket, dit is Nassie. En weet je wat, we halen alle reepjes ei eruit, want we zijn allergisch ervoor. Ja. Dat moet toch kunnen? En dan zeggen van, kijk, dit is mijn Nassie. Ja. Maar dat mag niet. Maar is daar angst of zo? Of versleutelen ze dat ding? Dat ze denken van, maar misschien dat ze dan op een andere manier publiceren? Of. Ik weet niet precies wat er is, maar dat is iets raars met fontlicenties. En wanneer een font is een programma of zo, en daar zit. Oh. Er zit allemaal logica in. Nee, dat wordt gezien als een programma. Dus er zijn rechtszaken over geweest waardoor is bepaald dat een font een programma is. En dan zit daar copyright op of zo. Ja, precies. En dan mag je het niet aanpassen. Het is gewoon een. Ja, dat klopt inderdaad. Het is een juridisch. Windows mag je niet aanpassen. Het is een juridisch argument. Het is dus geen. Ja. En. Dus het is. Ja, het is super irritant. Maar dit hebben ze wel zelf veroorzaakt, de font. Nou ja, kijk, we zijn al lang blij dat de font founders inmiddels toestaan dat we fonts mogen gebruiken. Want daarvoor werden headings of van plaatjes gemaakt, waardoor je het niet kon selecteren, dan kon je er niks mee. Of van Flash, wat natuurlijk ook verschrikkelijk is. Heel traag en wat natuurlijk niet overal werkt. Of een of andere complexe ciffertechnologie die je ook niet mag gebruiken. Dus En dan, goed, dan heb je dus een bestand van 600 kb. Maar als je heel veel bezoekers hebt, dan kan het ook nog eens super duur worden. Want je betaalt per bezoeker aan je site. Ja, maar hoe weten ze dan hoeveel bezoekers je hebt? Er zijn meerdere manieren. Of je gaat in de onderhandeling, dus dan zeg je dat tegen ze. Of je moet een scriptje includen of een linkje naar een bestandje op hun server includen. Alsnog.
alsnog. En dan krijg je... dan, zodat ze kunnen bijhouden hoeveel. En dat is, weet je, als je een kleine site hebt, is dat niet zo duur. Maar als je miljoenen bezoekers hebt per maand, dan kan dat al gauw een paar duizend tot 10.000 euro per maand zijn. Ja, goed. Nou ja, het kan voor een lettertje. Het kan een besluit zijn natuurlijk van een bedrijf. Hè. Er worden gekkere bedragen uitgegeven aan... Maar aan letters? Ja, nou het goed. Het tonen van een... Want het, mensen zien het als identity. Hè, maar dus. Ook het verschil met offline is gewoon niet normaal. Als ik een fonds, als ik dus een hele huisstijl ontwikkel voor, noemen ze een heel groot bedrijf, Unilever. Ja. Dan wil ik daar fonds, bepaalde lettertypes voor gebruiken, voor de huisstijl. En dan betaal je voor het aantal computers wat dat lettertype gebruikt. Ja. Dus dat is vaak, zijn dat alleen maar de mensen in de grafische omgeving. 60 of zo. Misschien. Ja. Kost dat 60 keer 50 euro, that's it. Ja, ja, ja. Als je... maar voor het web hebben ze gezegd... ja, zo gaat dat ook werken voor het web. Want iedereen die het bezoekt is een gebruiker van het fonds... dus die moet betalen. En dan vinden ze dat ze heel erg schappelijk zijn... namelijk dat ze ons korting geven... want we hoeven geen 50 euro per bezoeker te betalen. Nee, jongens. Maar het is echt... Ja, het is niet... Nou ja, en daar wind ik me vooral over op. Over dat bedrijven zo vervelend doen daarover. Dat ze het moeilijk maken in plaats van het tof maken. Ja. Als ze het tof maken, gaan meer mensen het gebruiken.